Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe serie. We gaan vandaag Kirby Return to Dreamland spelen. En ik ben niet heel erg bekend met Kirby, maar ik heb wel iemand meegenomen die misschien iets bekender is met Kirby. Dit is Jordi van de Zepargaards. Ja, ik heb de game. En dit wordt gewoon een heel project wat we gewoon bij elkaar in de woonkamer aan het doen zijn, dus... Ja, dus ik ben erg benieuwd. Verhaalstand, oké. Okay. Ja, ik tik gewoon even een paar dingen door en we hebben nu eigenlijk gewoon de start van de game. Mm-hmm. Ik heb niks ingevuld qua twee spelers, dus het kan zomaar eens zijn dat hij zometeen de campaign opstart met maar één speler. Dus we gaan kijken hoe het loopt. Kijken hoe het loopt. Ja, dat is op zich niet erg. Nee. Ik dacht heel even met Return to Dreamland dat die nieuwe 3D ding was, maar dit is een 2D platform of niet? Ja, dit is een 2D platform. Ja, degene waar je over dacht was Forgotten Lands, die dit jaar uitkwam. Maar deze is op zich heel erg leuk om te doen, omdat het co-op is en Forgotten Land is singleplayer. Ja, mijn enige recente aanraking met Kirby was Kirby Star Allies. En daar was ik binnen 4 uur mee klaar en toen dacht ik even, wat is dit voor een miskoop? Dus ik ben zeer benieuwd hoe dat met deze game zou gaan. En hij was heel erg makkelijk. Ik had het gevoel alsof ik niet dood kon gaan bij Star Allies. Dat zijn merendeel van de Kirby games. Merendeel van de Kirby games zijn aardig kort. Geinig genoeg, je zegt over Kirby, deed jij dan 5 uur over. Ik heb laatst nu Mega Man Battle Network gespeeld, die hele collectie. Ja. Van 1 game heb ik gespeeld, kostte me 8 uur. En dan moet ik er nog 5 langs. Oké. Okay. Nou ja, 8 uur is wel oké, maar... Ja, eigenlijk zitten 10 games op, maar de laatste 3 games in de reeks zijn Red, Blue... Oh, gewoon dezelfde games, alleen dan... Dan heb je andere Mega Mans. Ja, precies. Met wat version exclusives. Ja, precies. Nou, we hebben een kapotte boot en we moeten de onderdelen gaan vinden voor de kapotte boot. Oké. Okay. Jij hebt deze game al gespeeld? Nee, ik weet hoe de game eruit ziet en ik weet hoe de game ongeveer gaat. De oude versie van dit is een remake, toch? Ja. Ja. In principe zijn er een paar verschillen met deze in verhouding tot de original. 1 is, wij kunnen nu ook als alle twee als Kirby spelen. Ja. In oorspronkelijk kon je als Kirby, Banana D, Diddy en Meta Knight doen. Oh ja. Dus kon maar 1 persoon Kirby zijn. Oké. Okay. En de andere is de extra game mode die je hebt. En dat is een soort van roguelike, waarin je speelt als die capuchon doet. Oké. Okay. We gaan het zien. We gaan helemaal zien hoe het werkt. Kunnen we gewoon in afleveringen doen, zeg maar, dat we na 25 minuten ongeveer zeggen van... Ja? Top. Ik weet niet, dit heeft toch altijd wel iets zo met elkaar. Net als toen we in België zaten, vond ik ook wel leuk dat je met elkaar zat. Ik heb ook wel echt wel weer plezier gehad met Mario Party. Dus, Ja, maar dat is op zich ook de leukste ding om te doen. Maar ja, wil je er ook van helpen makkeloor? Ja, weet je wat, doe maar. Kijk wat voor onzin hij ons geeft. Nou, een extra helftbar. Wauw. Oké, ik was iets te snel. Oké, wereld 1 de pudding kanarie. Als het goed is, als jij dit indrukt, ja. LR, dan zou je nu meteen moeten joinen. Ja, en nu kan je kiezen, wil je Meta Knight, ja. King Dedede? Meta Knight. Oh, ik zit op jou. Oh, dit is nog een hub. Vandaar dat ik op jou zit waarschijnlijk. Oké. Okay. Dat denk ik hoor, dat de reden is dat ik op jou zit. Deel je Joy-Con controllers en ga wanneer je maar wil samen op avontuur tot wel 4 spelers kunnen samenspelen. Woe! Nou ja. Ja. Yay! Oké, A springen, B is attacken. Oh, wat gebeurde er? En ik kan op ieder moment dus ook stoppen als je zou willen. Ah, oké. Okay. Ik moet alleen niet troffen op de knop worden. Ik mis iets van een renknopje of zo. Ren is eigenlijk is context sensitive. Kijk maar. Oh ja. Wat is slaan? Slaan? Je kan voor nu nog niks slaan, je kan alleen maar ademen en dingen doen. Pas wanneer je een ability hebt, is jouw B-knopje context sensitive button. Wat je ook kan doen, is als je iets hebt ingeademd, kan je ook weer dezelfde knop doen en kan je dingen afvuren, als een soort van ster. Ja, precies. Ja, nou, hier krijg je de uitleg context sensitive.
Nee, in principe hoeven we niks te... Heel erg wennen aan de knopjes. Ja, we hoeven op zich niks te completen. Alles wat we kunnen gaan verzamelen als buttons of andere collectibles zijn puur voor extra dingen in de minigames of wat dan ook. Okay. Dus daar. Hé, hey, nu heb je vuur, dude. Ik zet hem wel iets zachter, want wanneer je een ability krijgt, is het toch een beetje aan de harde kant. Toch even, dat kan je met editen altijd wel oplossen, maar... Nou, je hebt de sleutel, dus dan is er ergens een poort. We hebben iets. Een energy ball. Ja, en dat is eigenlijk voor extra modus, bijvoorbeeld voor bepaalde minigames of bepaalde... modus, zoals bijvoorbeeld de Megalore modus. Ah, moet je dan iemand opzuigen, man? Heb ik het. Dat is bijvoorbeeld mijn zwaard, dus... Ah. Die kan ze ook in principe zo kunnen pakken en heb je hem weer. Okay. Vaak worden die powers dan aangegeven door... Niet per se diezelfde kleur, maar wel door hetzelfde... X-logootje. Ja. En op die manier kan je nagaan van oké, wat voor ability is het en wat kan je ermee doen. Oh. Als je ei inhoudt, kan je de kracht lozen. Oh ja. Ja. Nou, en dan kan je die ster oppakken. In principe is het alleen maar voor coins. Dus here you go. En ja, op deze manier doe je eigenlijk de game. En ja, voorheen deed dan bijvoorbeeld alleen maar King Dedede of Banana Dee. En nu heb je twee Kirby's. Ja, precies. Dus qua powerbeheer is dat sowieso een stuk beter. Want als ik zeg van oké, ik ga voor het zwaard, dan kan ik het zwaard nemen. En als jij het zwaard wil nemen, kan jij het zwaard nemen. Maar we hebben altijd iets. Nou, en dit is de gimmick van Return to Dreamland, Mega Powers. Dus gewoon geüpgrade versies. Dus een geüpgrade zwaard. Of een geüpgrade vuurding. En vaak het voelt wel heel simpel aan als ik wil. Het is Kirby, dus ja, het is aardig simpel. Okay. Maar ja, omdat het zo simpel is, is het op zich wel geinig om te doen in co-op. En ja, het is wereldeind dus. Okay, we gaan het zien. Ik heb er nu nog op dit moment wel een soort van mening over, zeg maar. Mm-hmm. Dat is op zich ook niet zo heel gek. Toegeven, ik heb ook meer Kirby gespeeld dan jou. Ik heb voornamelijk de GBA gespeeld, dat zegt vaak. Dat is vaak wel een indicatie van hey, hoe zitten de dingen in elkaar, wat kan je doen, et cetera. Oh. Nee, je merkt ook al, het is dezelfde game als 3D World. Gaat iemand dood? Dan kan de ander gewoon doorgaan. Hoppakee. Nou, en nu zag je ook gewoon van oké, wat wil je? Wil je een zwaard of wil je vuur? Oh, dat fucking work. Oké. Nou. Kom op. Hoppakee. En nu weet je ook ongeveer hoe bosses werken in deze. Oké. Nou, volg de pijl maar. Interessant. Is dat het einde van de Nou, dan sluit je altijd af met de minigame.
correct timen. Oh. En zo hoog mogelijk komen. Je moet het maar weten. Ja. Nou ja, jij bent hoger dan mij, dus je doet het sowieso al beter. Ja. En dan krijgen we ook extra HP erbij. Ik zie het, ja. Oké, okay, interessant. Nou ja, en nu krijg je ook de... Wordt de volgende wereld unlocked, kunnen we die volgende wereld doen. En je ziet, de wereld, ze worden gewoon unlocked. Als je die bij wijze van spreken had gehaald met nul energiebollen, ja, dan wordt deze alsnog gewoon unlocked. Ja, dat is met Mario meestal ook. Ja. Maar het is geen 3D-world waar je x aantal green stars nodig moet hebben. Ja, dat vind ik eigenlijk ergens wel jammer, want dat geeft nog een beetje een soort van moeilijkheidsgraadje, zeg maar. Nou, we gaan het zien. Nou, daar ben ik wel mee eens. Maar bijvoorbeeld met online kan het wel. Maar als ik dit met jou had gedaan en we hadden die dingen moeten unlocken. Oké, okay, maar dan had ik ook gewoon een completed save file van tevoren klaargemaakt. Wat is dit? Ja, noem het maar even een warp pipe. Okay. Dus dan word je gewoon naar een andere plek van de level gestuurd. Wil je die bouwen? Ja, dat is wat. Dat is boomerang. Boomerang is gooi met iets of je kan hem direct mee attacken zoals een zwaard. Ja. Ja, daar ben ik nog niet helemaal uit hoe dat werkt, maar wij zouden in principe ook helft kunnen delen. Ja. Maar ik weet niet de knop daarvoor. Kan jij je met die cutter iets gooien op de touw? Dank u. Here we go. Dan heeft de kanon, pas op! Ja, dit is echt kaboom, ja. En het doet mij ook damage, dus... Nou, en nu zie je ook wat het ding is met Magalore. Omdat we die helpen Magalore hebben. Als jij per ongeluk in een gat duikt, haalt Magalore je er weer uit. Niet altijd, maar... Ja, ik sta voor je, is mij geschoold. Nou, kunnen we ons uitgewerkt? Nou, net op tijd. Mm-hmm. Oh, hoe gooi ik dit ding weg? Zo? Nee. Shit, ik heb een kracht geloosd. Nee. Nou, nu heb je prikken. En prikken is niks meer dan, nou ja. Prikken? En shield. Ja, het is geen smash, dus je kan dit in principe oneindig doen als je zou willen. Wow. Here we go. Kom maar aan. Okay. Lekker bezig. Kan ik gaan? Ja, noem maar. Nou, wil je vuur of wil je wat ik heb? Doe dat maar. Je bent een jester. Oh, is dit een boss? Ja. Gigant edge. Oh. Dat betekent dus dat elke wereld, of elke level een boss heeft. Ja, een mini-boss, ja. En je hebt ook een megaboss aan het eind van de wereld? Aan het eind van de wereld heb je ook een megaboss, ja. Nou. Pak wel even weer het zwaardje. Ah, we hebben kutten nodig, verdomme. Oh, die kunnen we niet krijgen.
Nou, tenzij hier een character is die het ons kan geven, maar hier is de portal dus. Hoe hadden we de lol die helemaal mee moeten nemen? Dan had je dus met Cutter dat hele ding mee moeten nemen, ja. Oh, of zo. Dus ja, daarom is het ook zo handig dat je nu met meerdere Kirby's kan spelen. Ja. In plaats van, ja, sorry, Kirby moet alles bepalen. Dus Kirby is de beste character. Oh, want die andere characters kunnen die items niet opslokken. Die kunnen bijvoorbeeld sommige dingen niet doen, nee. Oh. Ding! Team bonus! Nou. Huppakee. Level 2 ook gehaald. Lekker hoor. Magisch Megaland, ja. Dat is mooi voor Megalore dat hij een pretpark heeft geopend. Nou, kijk, je kan ook al zien level 4 en dan zit hier level 5 waarschijnlijk achter. Oké. En zitten er 5 levels per wereld? Of? Voor mij zijn het 5 levels per wereld, ja. En dan kan je wel nagaan van oké, dan is de laatste wereld boss fights en dan... Ja, er zijn ook 5 werelden, neem ik aan. Voor mij zijn er 5 of 6. Ik weet even met deze week niet meer zo goed hoeveel. Aangezien we 5 onderdelen moesten voor onze... Ja. Wil je elektriciteit of wil je straal behouden? Ik wil wel wat ik nu heb. Oké. Okay. Ik doe dit gewoon puur om te laten zien welke dingen je allemaal hebt. Ja. Oh, kut. Ik ben straks die andere. Dit is vonk. Een beetje vergelijkbaar met spinnen. Prikken. Oké, interessant. Oké, nu kan je door. Oh, ik heb de smash controls van Kirby in mijn hoofd, dus ik zit elke keer zo naar boven. Ja, dit is puur defense. Je hebt, ik kan ook naar boven mikken als een soort van bliksemschicht. Dat is een Pikachu volgens mij. Ja, maar voor de rest, kan ik eigenlijk alleen maar dit doen. Had ik jou trouwens verteld dat ik naar mijn zusje een keer Dokkum Kingdom wel had geprobeerd en kijk hoe het was. Dus je hebt het toch geprobeerd van tevoren? Ja, dat is wel heel erg, al echt wel een tijdje geleden hoor. Mm-hmm. Maar ik dacht echt, ik snapte er helemaal geen zikkerpunt van. Er gebeurde zoveel random dingen dat ik echt dacht van what the fuck is dit voor een game? Ja. Dus ik hoop dat jullie er maar meer uitleg kunnen geven. Wij gaan jou zondag heel veel uitleg geven over de game. Omdat je moet echt vroeg van tevoren, dat is dezelfde vaardigheid die je nu hebt. Vroeg van tevoren moet je al uitleg krijgen voor wat je moet doen. Want als je blind in die game gaat, daar is op zich niks op tegen. Maar ja, je gaat wel een heleboel verliezen. En als je opeens de weg kwijt bent, dan is de game al heel snel niet meer leuk. Dat hadden wij al. Want mijn zusje die... fixte allemaal dingen, eigenlijk met geluk, want ze kregen ook allemaal dingen met geluk, voor mijn gevoel. Ja. Maar dat is een beetje hetzelfde als met Fortune Street. Ik ga nu weer terug. Kijk, ik kan ook niet meer zweven als ik een sleutel heb. Wow, dat is lullig. Ja, maar daarom is het vaak, heb je ook een hele simpele platforming die je daarna moet doen. Maar ja, net zoals met Fortune Street. Als je met Fortune Street niet weet hoe aandelen werken, of hoe je bepaalde dingen kan doen, zoals bijvoorbeeld het ruilen van dingen of hoe bieden werkt, maar dan is Fortune Street ook geen zak aan. Nee, dat is waar. Alleen ik had bij Dokkum Kingdom echt gevoel alsof alles random gebeurt. Er zit een random element in, maar er zit orde in de chaos. Ja, is het zo? Ja. Dat ervaar ik nog niet zo, maar misschien wel. Ik behoud de Megalore erin, want je springt veel te makkelijk in zo'n kloof. Ik zat trouwens net aan een game te denken die we het ook nog kunnen doen. Dat is ook een paar keer. Laat ik zo zeggen, we hebben genoeg tijd, want we zijn nu al bezig en je mogen de hele dag. Ja. Ik dacht aan Rayman Legends, dat vind ik toch een game of niet? Rayman Legends kan ik volgens mij nog wel halen. Ja, anders haal ik hem zelf hoor, want ik heb de switch van mij.
Ik dacht dat je die game al had. Maar... Nee, ik stelde het voor omdat die volgens mij toen in de sale was. En heel vaak is die game in de sale. Dat waarom kan je niet naar beneden? Oh, ik ding. En overeens. Nou ja. Dus die kant op besluiten dan? Ik heb geen idee. Heb je de poort gezien? Nee. Ik denk dat, ja, ik denk dat het gewoon... Oh. Hey, dat mag wel. Gaan we even helemaal terug naar links. Is hier de poort? Je kan ook zien, er zit geen timer op de levels, hè? Dus... Oh ja, dus... Nee, daar is geen sleutel. Oké. Okay. Au. Au, au, au. Echt, je bent ook een soort van invincible. Maar ja, het is leuk, sidescrollers zijn we nu. Ja, maar je moet Kirby ook niet spelen van, ik denk van ja, ik ga een hele... Oh, hier was hij. Ik ga een hele ingewikkelde, hele ingewikkelde platformen spelen. Want als je dat wil hebben gedaan, dan had je bij wijze van spreken 3D World op moeten zetten. Ja, maar weet je, ik snap de charme van de Kirby games dan niet. Snap je? Omdat het te simpel is. Nou, je loopt er gewoon doorheen. Het is eigenlijk gewoon lopen. Dat is het. Ja. Toegeven, deels komt het niet ook omdat we letterlijk wereld 1 aan het doen zijn. Nou, goed bezig. Zeker, zeker. En je ziet nu ook, als we x aantal sterren hebben, krijgen we ook weer een leven. Dus dit zijn eigenlijk de coins van... Van Mario. Van Mario. Maar we doen het wel nog steeds heel goed. Iedere keer de bollen halen. Ja, nu zijn er 4. Hm? Dat is vals spelen. Nu zijn er 4 bollen. Ja. Ja, gewoon voor de 100 completion gaan. Ja, dat zie ik niet gebeuren. Nee, moet die, is hij niet terug of niet? Nee, ik ben te veel Mario gewend. Whee! Weet je wat ik het fijne met Mario vind? Mario is, zeg maar... De moeilijkheidsgraad van Mario is precies goed, zeg maar. Mm-hmm. Want ik vind Donkey Kong bijvoorbeeld weer te moeilijk. Ja. Ja, en dan is Crash Bandicoot helemaal out of ja, Crash Bandicoot, als je mij boos wil maken, moet je vooral Crash Bandicoot met mij spelen. Hier onderzoek zo'n ding. Ja, dan mag je nu gaan uitvogelen, hoe kom je daar? Dat kan je niet kapot maken. Daarom zeg ik langzaam maar zeker, worden die dingen heel erg moeilijk om een beetje te achterhalen. Ja, ik wil hem wel halen. Je wil hem wel halen? Ja, we gaan toch 100% of niet? Ik ga niet voor 100%. Oh, dus je wilt die dingen niet halen, al die tandwielen. Het is handig als we een paar dingen van mee kunnen pikken, maar anders... Oh, wacht. Ik heb een idee. Woe. Want zoals ik al zei, je unlockte geen levels mee. Als je levels ermee had moeten unlocken, had ik al een save file klaargemaakt daarvoor. Maar het is puur voor die minigames. Dus daarom zeg ik zo, vind ik het is niet per se nodig. Oh, okay. Als we ze mee kunnen pikken, mooi. Maar anders... Wow. Omdat dat vind ik ook altijd bijvoorbeeld met die. Maar eigenlijk net als met de groene sterren in Mario. Ik vind dat juist altijd wel grappig of zo. Mm. Net als met die coins. In Mario. De land geloof ik wel. Ik heb nog steeds de knopjes niet helemaal onder controle. Nou ja, je leert het wel. En tegen de tijd dat we klaar zijn met de game, dan zou je het in principe al moeten kunnen leren. Nou, kom eens hier. Hey, met de sterren. Die heb ik ook niet helemaal. Dus het is context sensitief. Als iemand lager P is en je staat bij de ander, dan wordt al meegerekend van oké, we delen de power-up nu. Oké. Okay. Hoppakee. Kunnen we niet door, dus... Waar is het hier? Net buiten mijn range. Here we go. Wat is dat voor een garel? Nou, pak maar de tuba. Loop maar. Wow.
help moet. There we go. And away we go. Okay. Nou, ik wil dit doen. Je ziet ook, dit wordt tevens gebruikt als soort, naast schild ook als mogelijk wapen. Omdat je ook gewoon de dingen ermee weg kunt doen. Dus het heeft ook nog een hitbox. Oh, dat man. Hey, een nieuwe vaardigheid. Wil jij die proberen? Dat is goed. Ik moet dan opslokken, hè? Dan moet ik deze eerst loodsen. Die loodsen en dan kan je die andere opslokken, ja. Nu heb je die drakenvlam. Oeh. Nou, doe maar. Ja. Wanneer is hier gewoon een heel bos aan het afbranden? Zeker. Dat doe ik. Neem de rest ook maar gewoon even mee. Want je ziet al, hij doet op basis van de hoogte dat jij hem triggert, dus... Whee! Nu weet je ook waar die smash van Curry vandaan kwam. Ja, het is een broken pieces of shit, maar ja, het werkt en dat is het fijnste. Er zit ook niet eens een soort van cooldown op of zo. Nou ja, de cooldown is de wat jij nu ziet onder jouw je ding. Dus je kan het gewoon blijven spammen totdat na verloop van tijd is het een keertje op. Oh, huh? Dat is het einde van het level, dus, dus in een dimensionale kloof, we go! Ik ben alleen wel mijn dingje kwijt. Ja, maar daarvoor is die ook. Hè. Je gebruikt hem eigenlijk maar één keer. Om even een paar dingen te unlocken en dan of dan krijg je een orb ervoor, of je krijgt iets als bijvoorbeeld, nou ja, mogelijk zo'n power-up ervoor. Dus 9 van de 10 keer krijg je ofwel power op of ga je zo'n dimensionale kloof erin. Ja, een beetje sneller zijn, hè. Oh. Ja, we zitten wel op een tijdlimiet, hè. Die tijdlimiet is aardig gunstig, maar het is wel een tijdlimiet. Nou, welke vaardigheid wil je nu? Lief of donder? Lief het is. Nou, heb je onze grote vriend weer. Megamijn wel weer op. Een blaakje. Ja, ik sta hier gewoon dom stil te staan, want ik doe voor de rest toch niet zo heel veel. Net. En dan. Moeilijk! Hoppakee, nou kunnen we weer door. Ja, om toch even de laatste enemy te killen, hè. Nou.
Joepakee. Ja, ik kom niet hoger dan 3. Nee. Ik moet daarmee maar doen. Maar ja, de tijd voor ons zit erop. Dat denk ik ook. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet het kanaal van Jordi even te checken in de beschrijving. En zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.